Giel, we hebben een klein probleempje. Wat is er dan? Nou, we moeten namelijk proberen Minecraft te verslaan, alleen we mogen de kleur wit niet aanraken. En het lijkt erop dat het heeft gesneeuwd. Oh nee, dit gaat super moeilijk worden, man. Yes, jullie horen het goed. Wij mogen vandaag de kleur wit dus niet aanraken. En dan moeten we ook nog eens proberen Minecraft te verslaan. Ik wil deze mensen bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. En was jij nou nog niet geabonneerd? Druk dan snel dat rode knopje hier beneden. 2000 likes op deze video en dan ga ik de volgende keer proberen Minecraft weer te verslaan met een hele andere kleur. Oké, Giel, hoe gaan we dit dus in godsnaam doen? Geen idee. Kan je ook niet dat wit aanraken. Rustig. Kijk, ik heb... Santino, ik weet niet of dat je het gezien hebt, maar ik ben zelf ook wit. Ik ben ondergesneeuwd. Ik denk niet dat ik jou mag aanraken dan, Giel. Dat denk ik ook niet. Maar hoe gaan we hier wegkomen? Want we moeten Minecraft dus verslaan. Alleen, we hebben geen tools. Nee. dit gaat een beetje lastig worden. Hoe gaan we überhaupt bij een boom? Oh nee, het begint ook nog te sneeuwen. Giel, ik denk dat het verstandig is als we of een tunnel gaan maken of dat we een brug gaan bouwen daar. Dat is een supergoed idee. Zullen we gewoon een tunnel maken? Ja, zal ik anders alvast beginnen? Wacht, ik ga jij vanaf daar beginnen, dan ga ik hier alvast beginnen. Nou kijk, zeg maar, als we vanaf hier rechtdoor gaan, dan komen we precies bij die boom uit, denk ik. Ja, denk je dat? Wacht, ik zal even wat deur pakken. Ik denk het wel. Oh, we kunnen hier... Oh, ik heb niet eens een pickaxe. Ik moet gewoon diorite weghakken. Dit gaat zo moeilijk. Giel, ik heb maar 6. Ik heb maar 6 dirt. Dit gaan we nooit redden. Dit gaan we echt nooit zo redden. Tino, hallo. Ik kan je wel bijna zien. Oké, wacht. Ik ben alweer boven, Giel. Want anders moest ik allemaal stenen hakken. Dat duurt veel te lang. We hebben nog een pickaxe. Ja, dat is zeer zeker waar. Nee, precies. We moeten het een beetje rustig gaan doen. Maar we komen er wel op deze manier. Wacht, ik neem wel echt risico, maat. Ik neem wel echt heel veel risico. Kijk uit. We moeten nog gewoon superveel doen, Tino. Je moet niet heel dood gaan. Oké. Nee, dit gaat goed. Dit gaat goed, Giel. Ik ben. Oké. Te veel risico aannemen nu, hè? Waar ben je dan nu? Ja, ik ben boven. Ja, ik zie je. Hoeveel dirt heb jij? Ik heb 10. Dat gaan we wel redden trouwens. Easy. Hoppakee. Lekker, Giel. Zal ik maar gewoon verder bouwen dan? Nee, wacht. Ik duwde je er bijna af. Mag ik jou aanraken of niet? Je mag mij niet aanraken, Santino. We moeten uit elkaar blijven. 1,5 meter. Oké, wacht. Even kijken. Zo. Een bloemetje. Wat de hel? Hoe kan dat ineens? Ik denk, wat gebeurt hier nou? Zo raar. En dan zo. Oké, we zijn bij de boom, Giel. Dat is belangrijk. Woe! Hakken! Hakken! We moeten hakken, bro! Wacht, ik ga vast wel een beetje wat meer dirt hakken, want ik heb het gevoel dat we meer dirt nodig gaan hebben, maat. Ja, niet mee aanraken, ik heb Kyona. Ah, nee, ik ga het proberen. Oké, goed zo. Ga jij alvast even een pickaxe anders of zo maken? Dan kunnen ze anders ga ik alvast even lekkere pickaxe of zo maken. Gozer, kill me, vind ik een supergoed idee. Nee, dat wou ik zeggen. Daar ben ik helemaal mee eens. Hier, kijk, wak deze blokjes nog even zo. De huts. Kijk uit, hè. Ja, ik weet het. Ik ben ook heel erg risky aan het spelen, maar het komt goed. Zo. Oké, ik ga proberen naar die andere boom te gaan, ja? Dan kan ik nog meer hout verzamelen. Ja, is goed. Ik ben hier eventjes nog het overige hout aan het weghakken. Goed zo. Helemaal goed, Santino. Oké. Maar Giel, luister dan, hè. Ja, dat ben ik. Hoe gaan we in godsnaam Minecraft hiermee proberen te verslaan? Want dit is echt veel te lastig voor ons. Ja, dit is inderdaad best wel lastig. Maar ik heb al wel een crafting table met ook bijna een pickaxe. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb nu ook mijn eerste hout, maat. Oké. Zal ik gewoon 1 pickaxe maken dat ik alvast wel stone hak of zo? Doe maar. Dat heb ik echt nodig namelijk. Oké. Dan ga ik alvast naar beneden. Hey, ik zat even na te denken, hè, Giel. Kijk, we mogen natuurlijk wit niet aanraken. Dat is correct. Maar mogen wij een boot maken? Een boot? Ja, wat kunnen wij niet over dat we daar heen dan? Ja, dat is echt een ziek goed idee, gast. Ja, dat telt wel, toch? Ja, nee. Ja, sowieso. Wow, ik kom hier diorite tegen onder de grond. Maar ik heb het niet aangeraakt. Ik zit vol tegen het randje. Eens even kijken. Dan maak ik ook alvast hier even een crafting table. Zo. Ja, dikke prima. Ik heb al 10 blokjes stone. Dus dat gaat hartstikke lekker. Lekker bezig, jongen. Lekker bezig, man. Kerel, man. Dan maak ik ook even een bootje. Dan kom ik naar je toe varen, zo, ja? Ja. Goed idee. Okay. Schipper Santino, ahoy. Ja, Schipper Santino, ahoy. Over het sneeuw. Giel. Ik heb konijnen hier. Kijk uit! Oh nee. Uitkijken voor die koude konijnen, Santino. Je weet niet wat ze gaan doen. Misschien eten ze wel op. Nou, ik was vergeten dat we World Edit hebben, Giel. Ik kan natuurlijk niet het houten. Oh my god. Dat is echt. Ik zie hier ook een heel spoor van
van zooi, van jouw hout, van jouw dirt. Echt, ja, als je zo altijd Minecraft zou spelen, zou ik echt helemaal lijp in mijn hoofd worden. Ja, je helemaal lijp in mijn koken, joh. Hé, maar echt. Maar hé, lieve mensen, laat even in de comments achter bij welke kleur wij de volgende keer niet mogen aanraken als wij Minecraft moeten proberen te verslaan. Want als jullie grijs gaan zeggen, dan wordt het echt heel erg lastig. Nou, wat dacht je van groen? Ja, hé, groen is nog erger. Laat geen groen achter. Als groen achterlaat in de comments, dan ben je ons aan het testen. Normaal zou ik zeggen team groen, maar alsjeblieft, geen groen. Geen groen. Doe maar hashtag geen groen. Even kijken. We gaan eventjes lekker. Ik heb voor jou hier een mooie... Oh, je hebt ook al een pickaxe. Nou, dat is lekker. Ik heb al een pickaxe gemaakt. Zo. Ik ga even een bootje maken. Dat vond ik echt top. Wacht, trouwens. Wil je ook een bootje? Nee, ik heb al een bootje gemaakt. Je hebt al een bootje. Ik moet even een bijltje hebben. Dat moest ik hebben. Dat moest ik maken. Zo. Verstandig, inderdaad. Oké. Hey, laten we heel eerlijk zijn, Giel. We gaan relatief snel. We gaan inderdaad relatief snel. Maar ik zat te denken, Santino. Ja. Hoe gaan we met een bootje naar boven komen? Nou, naar boven graven. Ja, maar of misschien, als je twee bootjes hebt en je zet er eentje zo neer en je gaat hier zeg maar in zo. En je zet dan de volgende zet je daar zo neer en dan ga je daar. Oh, kan ik daarin? Ja, zo. Jawel. Kijk, en dan kunnen we deze zo weghakken en die kan ik misschien wel vanaf hier zo pakken al. Als dit werkt, joh. Oh, nu ben ik weer beneden. Nee. Laten we dat nou gewoon niet doen. Laten we gewoon inderdaad naar boven bouwen. En dan gewoon als we op een, ik denk, vlak stuk komen, dat we dan moeten gaan. Ja. Man. Ik hoop eerlijk gezegd dat we nog een village gaan tegenkomen. Misschien kunnen we wel iets gebruiken. Dat zou echt chill zijn. Dan kunnen we iron vinden en zo. Ja, dat hoop ik tenminste wel. Ja, dat hoop ik ook, ja. Dat hoop jij ook, hè? Ja. Santino, ik ben deze boot aan het proberen op te pakken, maar het gaat ook niet heel soepel. Kom op. Ik hang boven je boot. Kom. Oh, die boten van tegenwoordig. Ja, maar Giel, je moet niet moeilijk denken. Oh ja, tenminste, nou ja, je kan inderdaad niet op het witte staan. Dat was nee, ja. Je moet juist wel moeilijk denken. Dat is het hele doel van deze video. Kom op. Ja, ik had echt een zieke big brain play, ouwe. Ik zet zo'n blokje neer en die boot die spant gewoon in mijn inventory. Ik vind het helemaal mooi. Dat is wel heel goed. Hey, ja, maar, dat luister, was een goede play. Giel, het begint ook een beetje donker te worden. En ik ben heel erg bang voor skeletons. Nee. Oh, wacht, we moeten snel wapens maken. Oh, dat hebben we nog helemaal niet gedaan. Oh, wacht trouwens. Ja, ik kom even naar beneden. Nee, ik heb twee zwaarden. Ik heb twee zwaarden. Nice. We kunnen gooi het nou je boot. Schermen. Oh, dat was niet je boot. Nee, dat ik ga nog even een heleboel bootjes maken. Zo, ja, ik heb er nou Giel, schiet alsjeblieft op. Want het... Ja, waar moeten we heen dan? Hoezo zijn we daar veiliger dan hier? Ja. Oh ja, hier hebben we wel de high ground. Nee, ik pak de high ground. Ja, ik wou net zeggen, hier is allemaal dirt en zo. Tenminste, geen wit. Oké, wacht. Laten we hier gewoon met het bootje afgaan. Net zoals een slee, ja? Kom gewoon met mij erachter. Oh ja, is goed. Ik stap in bij Santino Airlines. Okay. Oh nee, dit is Santino. Whee! Nee, hey, gozer! Oh, je raakt me echt net niet aan, hè? Je raakt me net niet aan. Oh, dat scheelt niks. Oh mijn god, dit scheelt echt heel erg weinig. Hey, maar wel fijn. Ik voel me wel lekker warm. Lekker warm gevoel bij jou. Giel, we hebben een klein probleem. Wat is het kleine probleem? Best wel sloom. Ja, we gaan hartstikke dood, denk ik, dadelijk. Oh god, een konijn. Oh nee. Waar zie jij een konijn? Ja, links van ons. Luister, Giel, ik probeer nu gewoon echt letterlijk gewoon te varen. Oh nee, en een witte skeleton ook. Waar kijk je nou? Oh nee, een bunny. Oh nee. Aan de kant, omdat ze hartstikke wit zijn. Ja, maar ze gaan wel weg van ons. Dat begrijp ik, Giel. Die konijnen die zijn helemaal gek, spin, joh. Oh nee. Oké, Giel, hou de dirtblok in aan. Oh nee. Sla weg! Sla weg, Giel! Ik kan niet slaan. Jawel, je kan slaan. Kom op, Giel. Ja. Bam. Ja. Kom op, deze heb jij. Dit heb jij, Giel. Ja, maar nee, pak hem, deze heb ik helemaal pak hem. Niet. Ja, ik probeer te slaan, okay, toch? Hij wil niet. Ja, oh, ja. Lekker. Oeh. Oh, nee. Creeper. Nee. Oh, mijn god. Giel. Oh. Ik heb hem legit net kunnen redden met die dirtblokken, maat. Oh, mijn god. Oké, maar we hebben... Santino. Wat? Oh, my. Oké. Klein probleempje. Achter je. Nee. Oh, Santino, achter je. Nee. Giel, help. Giel, oké. Ik ben aan het helpen. Ik ben aan het helpen. Luister, hoeveel hout heb jij? We maken even een huisje. We moeten even een huis maken. Ik heb geen kijk hout. Kijk uit, Giel. Ik val bijna. Ja, gozer, dat is toch niet mijn probleem. Zo, oké. Ja, dit is echt een veilig. Gast, het is gewoon een blok. Het is gewoon... Oké. Gast, dit is toch geen huis?
Dit is gewoon een blok ellende. Wat moet ik anders doen? Ja, anders gaan we toch dood? Jij zegt, ik maak een huis. Nou, dit lijkt weinig op een huis van Tido. Ja, dat begrijp ik. In ieder geval, Giel, ik denk dat we hier even moeten blijven totdat het dag wordt. Ja, dat denk ik ook. Oké, Giel, het is dus daglicht. Oké, we zijn tenminste van alle hopelijk mobs af. Maar we moeten wel even snel keuzes gaan maken. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik bouw nog verder naar boven en ik kijk dat ik een village kan zien, ja? Ja, is goed. Ik heb intussen al even een bootje gemaakt. Oké. Want we zitten nu eigenlijk best wel pittig vast hier, Giel. Ja, dat is correct. En tevens juist. Ik weet niet waar ik heen moet. Santido! Ja, wat is er? Kun je me horen? Oh, wat is dit? Santido! Ja, Giel! Deze keer zonder te vallen, maar ik zie daar een village. Ik zie een village. Waar ik zie je de village? Zie je verderop? Oké, bro, kijk, ik zie helemaal niks. Jij moet me echt even de weg wijzen. Ja, ik ga je even de weg wijzen dan. Nou, kom, waarom heb je zo'n rare stem nou? Ja, maat, ik weet ook niet. Kon dat door die val? Nee. Oké, kom Giel, ik heb een bootje. Ja. Jij moet me leiden, hè, dan. Jij moet me leiden. Ja. Als we zo doorgaan, dan komt het goed. Oké, we hebben wel bepaalde vaarttijd maar, dus... Oh, en niet hier naar beneden gaan, niet doen. Er staat daar verderop een creeper, Santino. Dat maakt niet uit. In het daglicht zijn ze toch normaal? Ben ik nou gek? Nee, ben je een chappie? Nee, ja, schijnbaar. Creepers die ontploffen gewoon als ze daar zin in hebben. Dat gebeurt gewoon. Serieus? Dat is wat ze doen. Ja, man. Dat is niet alleen 's nachts. Helemaal van de pot dat weet ik veel. Ja, je hebt toch een Minecraft-kanaal, dan hoor je dat soort dingen te weten. Nou, ik weet niet heel veel. Oh, nee, hij komt eraan, hij komt achter jou. Oh, nee, Giel. Okay, laat hem maar lekker achter jou aankomen. Giel. Ik vind het helemaal prima zo. Ik ga hier naar beneden! Ja, je bent al... Oh, nee. Ah! Oké, hij is ontploft, maar je moet... Oké, ik heb een bootje. Oké, goed zo. Oké, wacht, ik kom eraan. Ik zie de village. Zie je de village? Ja. Oké, nice. Hij is super dicht. Bij. Ik kom eraan! Wacht, kom, ga via het water. Het gaat sneller. Ja, is goed. Bro, ik ga hier net trouwens super snel over het ijs. Ja, ik ging daar echt heel snel over. Ja, dat is ook dingen die Minecraft YouTubers normaal altijd weten. Kijk, je moet zo... Luister, dat is jij ook niet. Jawel! Wow, je gaat moker snel, ouwe! Ja, je gaat echt moker snel. Wow! Ik voel me echt een klein kind nu, ouwe. Ja. Oh mijn god. Oké, ja, we gaan even lekker... Weet je hoe dat we dat gaan doen? Dat gaan we zo doen. Stap in. Oké, even kijken wat we hier kunnen beleven. Kijk uit voor de iglo. Ja, ik snap het. Ja, we zitten sowieso in. Dit is zeker een goede village. Zullen we gewoon bij dit huisje... Oh, jij gaat hier uitstappen. Ik glitch. Oké, wacht even. Dit is geen goed idee. Oké, nou weet je wat? We gaan wel gewoon even naar dat huisje hier zo voor. We zitten vast. Ja, we zitten inderdaad vast. Hoe kunnen we nou... Hey, een villager. Hallo, meneer. Okay. Heb je een villager daar? Hij heeft wit op zich, maar hier staat alleen een brewing set. Ja, niks hier te zien. Dat mag je niet aanraken, Giel. Dat mag je niet aanraken. Ik snap het. Even kijken. Zo, hoppa. Okay, ik loop zo. En dan gaan we hier even deze iglo binnen koekeloeren. Ja, kijk jij daar. Ik ga even hier kijken dan. Ja, is goed. Is goed. Nog meer villagers zijn of er überhaupt iets. Oké, er is niet heel veel hier. Een furnace en een bed. Maar ja, oh, schiet me dood. Oh, en kippen. Wacht, kijk uit voor de kippen. Oh, kijk of hier wat kisten zijn. Zijn er überhaupt wel kisten in zulke villages? Hallo? Is hier iemand? Hallo? Oh, kist. Kijk nou. Oh, met sneeuwballen met... Oh, aardappels. Ik heb tenminste koffer toortjes, Giel. Dus dat is... Oh, wat mooi. Oké, en een iron goal. Oké, hier kan ik ook niet in. Ik heb niet heel erg veel in de iglo's, Giel. Dat is niet fijn, Santino. Nee, dit is... Oké, ik hoop ook niet dat hij... Santino, waar ben je? Ja, ik ben iets... Waar ben jij nou weer dan? Ja, ik ben iets verder Wat staat hier nou weer? Ik weet het niet. Oh, dat is een ijsbeer, joh. Ik schrik me dood, man. Waar ben jij dan, Santi? Ik zit ergens verder in dat dorpje. Wacht, volgens mij zie ik jou. Kijk, hallo. Oké, ik heb een cadeautje meegenomen. Kijk, uit voor de kippen! Oh, nee. Kijk nou uit voor de kippen, Giel. Ze zijn allemaal fit. Ja, maar ze lopen me achterna, want ik heb een zaadje. Bro, ze moeten je niet aanraken. Nee, dat snap ik, maar ik challenge mezelf. Kijk nou uit! Oh mijn god. Wacht, kijk jij even daar dan in die... Wacht, kom maar, ga samen wat kijken. Ja, ik neem nog wel even de kippen mee, voordat het spannend is. Nee, doe nou... Oh, kijk uit voor die villager. Bro, ze hebben helemaal niks in die iglo's, man. Die iglo's moeten toch speciaal zijn of zo? Nee! Kijk uit voor die villager, Giel, jongen! Niks aan de hand. Oké, hallo? Die zijn helemaal niks. Waarom komen al die villagers nu naar het midden van die dorp toe? Ik snap dat niet. Weet ik niet. Santino, ik heb wat op te biechten waar ik nu aan denk. Wat is er? Ik was net in het iglo. En in die keer zag ik een bed. Ik dacht, oh, dat is lekker.
lekker om in te liggen, maar het is een wit bed. Giel, nee, dat meen je niet. Heb ja, je echt waar. Ja, ik heb in mijn hand gehad, Santino. Oh, nee. Santino, nee. Ah, een kip. Giel. Kip heeft mij ook aangeraakt. Oh, nee, Santino.